Hoi, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog op het kanaal van Bit Magazine. Ik ga vandaag met jullie tango scheren. Tango is mijn lievelingspaard. Het is een Amerikaanse volbloed, 16 jaar, ruin. En hij komt uit Maryland, Verenigde Staten. En je zou natuurlijk denken, scheren, hoezo, Bonaire? Ja, zelfs hier op Bonaire krijgen ze, hoewel het hele jaar door hetzelfde weer is, krijgen ze nog steeds een wintervacht. Tenminste de paarden die in koud klimaat geboren zijn. Dus Tango komt een beetje midden in de Verenigde Staten, dus die krijgt nog steeds een wintervacht. Ik heb hem dit jaar al 2 keer geschoren zelfs. En hij heeft nu alweer een lekker fluffy vachtje. Dus ik ga eventjes mijn paard erbij pakken natuurlijk, heel belangrijk. Ik heb mijn spulletjes al klaargelegd, die liggen daar. En dan gaan we hem scheren en ik ga daarna ook nog eventjes zijn manen knippen. En ja, even kijken wat ik verder dan doe. Eventjes kijken hoe mooi ik hem kan krijgen. Ik heb hier mijn spulletjes al klaargelegd. Borstel, harde borstel, schaar voor de manen knippen, scheermachine olie, zachte borstel voor het losse haar weg te borstelen. En dit is mijn scheerapparaat. We hebben er verschillende, we hebben ook grotere op netstroom. Maar ik scheer de laatste tijd eigenlijk het meeste met deze, de Sectorlin S210 als ik het goed heb. Want deze is draadloos en oplaadbaar. We hebben hier een generator wel voor stroom, maar die moet ik dan apart aanzetten. En het grote scheerapparaat wat ik heb is niet zo heel scherp meer. En dat is ook lastig hier, want dat kan je niet eventjes de messen laten slijpen of iets. Dus dit is eigenlijk de enige goede die ik nog over heb. Maar het gaat eigenlijk prima. Ik heb Lady er ook mee geschoren. Onze kleine pony heb ik gisteren mee geschoren. Dus dat moet helemaal goed komen. Ik ga beginnen. Eerst ik even mijn paard ophalen. Dat is Tango. Dus is die al met zijn mooie koppie. Hij heet eigenlijk All Racked Up. Dat is natuurlijk niet zo'n mooie naam. Dus we noemen hem Tango. En zoals je ziet staat hij lekker, nog een beetje lekker hooi te knagen. En heeft hij een lekker fluffy vachtje. Dus ik ga hem meenemen. Ga je mee, vriend? Kijk, zo dik is zijn haar. Lekker pluisje. En voordat ik begin met scheren ga ik eerst even zorgen dat hij een beetje schoon is. Dus een beetje de ergste vieze plekken eraf. En als ik begin met scheren, zet ik hem eerst aan natuurlijk, zodat ze even kunnen wennen aan het geluid. Maar de meeste paarden vinden het allemaal prima. Ze zijn het wel gewend. En dan begin ik eigenlijk altijd op de schouder met scheren. En daar komt het haar. Zo, wat een haar gaat eraf zeg. Wauw. Zie je, dat is wel een kleintje. Dus het is een klein scheerapparaat, dus het duurt even iets langer, omdat het smallere streepjes zijn. Maar het werkt prima. Dus ik ga eventjes een mooi stukje doen en dan kom ik bij jullie terug. Ik ben ongeveer 10 minuutjes bezig. Dan moet ik eventjes weer een beetje olie op het scheerblad doen, zodat hij wel scherp blijft. Kijk, en ik had hem dus al eerder geschoren, dus hij had al een beetje een zadeldekje. Dat zie je hier nog in die lijn. En ik ben hem nu weer opnieuw aan het scheren, maar dan moet ik precies die randjes voren van het andere dekje, anders ziet het er niet uit. Mijn vriend, en hij zat gewoon lekker rustig, een beetje te sabbelen. 1 beentje kaal. Als je stuk scheert is het heel belangrijk dat je met de haargroei richting B scheert. En dan krijg ik soms wel de neiging om mooie patroontjes erin te maken. Zoals hier. Maar ik doe het bijna nooit hoor. Soms bij Lady wel eens een hartje. Bij die pony, maar bij Tango doe ik eigenlijk altijd gewoon kaal. Behalve het zadeldekje dan. Ik ben nu aan zijn achterbenen bezig, dus dan doe ik zijn staart even in een knoopje, zodat die staart er niet per ongeluk tussen komt. En bij de staart had ik altijd zo'n mooi puntje staan. Een hoopje haar met hooi. Nou, ik heb eerst de makkelijke delen gedaan. Ik moet nu nog een stukje onder zijn buik, daar en zijn borst. Beentjes nog 2 en nog het koppie. Zo, nu moet ik alleen zijn hoofd nog scheren. Maar dat vind ik wel het lastigste wat er is, want hij wil nooit stilstaan en hij vindt het irritant en vervelend. Dus ik ga hem sowieso eventjes in de zon zetten, want dan kan ik het beter zien. In de schaduw. Hij heeft er nu al geen zin in. Nou, om zijn hoofd te scheren doe ik eerst het halster los aan de onderkant. En dan begin ik bij zijn kaak. En dan ga ik zo langzaam omhoog naar zijn oor. Voorkant van zijn gezicht. Ik doe al het hele gezicht van het paard. En ik vind het niet zo mooi als het half... wel half niet geschoren is en er zit best wel veel haar op, dus ik ga beginnen hier bij zijn kaak. Zo, nu is die klaar, zijn kopje ook klaar.
Ik ga hem nu eventjes naborstelen met een zachte borstel. En dan ga ik zo meteen nog eventjes zijn manen knippen. En misschien een puntje van zijn staart, maar die is niet zo heel lang. Nou, ik ga dus nu nog even zijn manen knippen. Ik heb even wat andere spullen erbij gepakt. Ik heb een manenborstel gepakt, zodat ik eventjes goed zijn manen kan uitborstelen. Ik heb daarbij gepakt Mane & Tail, Detangler. Gewoon anti-klitspray. Amerikaans merk is dit. En natuurlijk mijn schaar, die had ik al. Lekker veel erin. Wordt een beetje nat van. Dan kan ik het mooi strak knippen. En dan met de borstel. Even strak naar beneden trekken. Oh, daar staat Poco achter. Zie, ik heb nu net de scheiding gemaakt. En dan kan ik zijn manen zo in één rechte lijn afknippen. Zo, manen ook weer netjes. Voorpiekje doe ik niks aan. Voorpluk, hoe heet dat in het Nederlands? Voorpluk, toch? Ja, nou daar doe ik dus niks aan. Die is al niet zo lang bij hem, dus die groeit niet zo hard. Maar zijn manen groeien wel altijd heel hard. Dus die zijn nou weer mooi recht. Nog even naar zijn staart kijken. Zo, Tango is weer klaar. Hij heeft niet echt meer zijn aandacht erbij. Binnenkort ga ik trouwens een les voor jullie filmen, waar ik dus les met hem krijg. Ikzelf, les met hem. Ja, het is echt al 10 jaar geleden dat ik les gehad heb van iemand met rijden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Maar het is wel een leuk paard daarvoor. Hij loopt ongeveer, wat zou ik zeggen, M-niveau denk ik ongeveer. We hebben natuurlijk geen wedstrijden hier op Bonaire. Dus kijk, hij kan ook niet stilstaan. Dus ik ga dat voor jullie filmen. Het zal waarschijnlijk de volgende video worden of die daarna. Moet even kijken wanneer het uitkomt. Maar spannend! Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En dan zie ik jullie over 2 weken weer. Doei! Tango, eet me op! Dag Tango! Mwah.